ik ben Sjaak Vernoon, groepsleerkracht van groep 6-7 van de basisschool De Arabesk. Ik ben ook de ICC'er op school, interne kunst- en cultuurcoördinator. En wij werken sinds 2 jaar nu met het kunstkabinet. Nu heeft het de laatste tijd meer functie als onderdeel van van het CMK, wat we samen uitvoeren met het kunstbedrijf Arnhem. Dat houdt in dat we vakken willen integreren, de kunstvakken met zaakvakken en dan vooral op de wereldoriëntatiemethode die we hebben. Het kunstkabinet begint met kunstbeschouwing en we zijn ook begonnen met het procesgericht werken voor kinderen. Dus we willen eerst achtergronden bespreken, laten zien. Het kunstkabinet sluit daar prima op aan, want dat begint met de kunstbeschouwing. Kinderen leren de achtergronden kennen, waarin zich vooral over, vaak met de tijd waarin het zich afspeelde. En als dan daar ook een gesprekje over geweest is, dan is het makkelijker de stap te maken naar het zelf maken of het zelf creëren van de kinderen. Dus het is eigenlijk sluit het kunstkabinet aan bij het procesgericht werken waar wij als school voor staan. We hebben op school ook keuzemiddagen waarbij kinderen zelf mogen kiezen wat ze willen gaan doen. Maar er zijn ook kinderen die hebben behoefte aan meer, aan uitdagingen of iets anders. En die kiezen dan voor een activiteit uit het kunstkabinet. Voordeel van de oudere kinderen is dat ze zelfstandig daarmee aan de slag kunnen. Ze starten de computer op en ze gaan naar www.hetkunstkabinet.nl en klikken daar de lessen aan die ze willen doen. Lessen die je zelf geeft, dat is toch een beetje gekeken naar wat alle kinderen een beetje aankunnen. Dus dat zit het een beetje gemiddelde opdracht. En natuurlijk, sommige kinderen maken daar iets meer gebruik van dan een ander kind. Maar zo'n kunstkabinet biedt de vrijheid voor de kinderen om hun eigen gang te gaan. En dat is het positieve daarvan. Dat zijn dingen die dan lessen die heel dicht bij jezelf liggen en waar je dan heel enthousiast over bent. En dan kinderen nemen het over en die gaan erop door en dan zie je hele leuke dingen gebeuren.